Rick, heb je er nog zin in? Ja, zeker. Kijk, heel goed. Want we gaan even een telefoonverbinding helemaal naar Griekenland gooien. Gooi hem even weg. Daar gaat hij, hoor. Daar gaat hij is geland. Ja, hoor. Gara, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het daar? Ja, warm. Ja, heb je de telefoon ook gevangen trouwens? Of ligt hij ergens op de grond nu? Die lag op de grond. Oh, die lag op de grond. Okay. Net als jij. Ja, het is de eerste keer dat we jou bellen, dat je niet aan de alcohol zit. Ja, ik schrik hier een beetje van. Heb je het goede nummer wel gedraaid? Ja, ik heb het even gehoord. Ja, ik had gisteren weer gezopen. Oh. Dus vandaag even niet. Oké, dus je dacht vandaag lassen we even een katerdag in. Ja, precies. Kijk, heel goed. Ja. Hey, Griekenland, corona, dat kan natuurlijk allemaal niet. De Nederlandse toeristen die willen graag op vakantie met het vliegtuig, maar die hebben allemaal vliegschaamte op het moment. Hoe is het nou daar? Want jij bent daar reisleidster. Laten we dat ook even vertellen, dat is wel belangrijk. Hey, hoe is het? Want we hebben jou een paar keer al gebeld over de stand van zaken, maar hoe is het nu? Want toen begon het weer een beetje op gang te komen. Ja, klopt. Het is eigenlijk meteen in juli, begin juli, op gang gekomen toen er weer vluchten waren. Ja. En niet vol gestampt of zo, zoals normaal, dat het echt helemaal vol zit allemaal. Maar oké, in ieder geval half. Dat was prima. En toen op een gegeven moment kwam er in augustus de melding dat mensen een test moesten doen. Verplicht vanuit Nederland naar Griekenland. Een coronatest. Dus dat was echt een soort van inbreuk op de vakantiegangers. Want ja, €150 per persoon. En dan heb je al je vakantie betaald. En dan moet je dat dus 72 uur van tevoren een test doen. Dus toen haakten heel veel mensen af. Ja. En toen kregen wij hier natuurlijk veel minder mensen. Dus daar is ook weer protest tegen gekomen. Heeft maar 3 weken geduurd. En nou kunnen mensen dus weer zonder test komen. Oh, oké. Ja. Maar goed, de zomervakantie is nou een beetje voorbij natuurlijk. Dus komen er nog wel mensen dan? Ja, het loopt hier door tot half oktober. Dus dat zijn dan meer de pensionado's die dan in september komen, zeg maar. Gezellig. Oké, maar je bent reisleidster. Dus wat heb je dan daar te doen? Wat zit je daar een beetje te doen de hele dag? Nou, ik haal de mensen op van het vliegveld. Dus ik moet sowieso elke keer naar het vliegveld als mensen aankomen. Mm-hmm. En neem ik ze mee, ofwel in de bus, of ze gaan zelf met de auto hier naartoe, naar Stupa. En dan ga ik nog bij ze langs een paar keer kijken of alles goed gaat. Ze kunnen bij mij een auto huren of een excursie boeken. En dat les zit ik op kantoor. Dus ik heb wel gewoon genoeg te doen. Ook al, kijk, met meer mensen meer te doen, heb je ook meer gezeik. Oké. Maar weet je wat ik me wel afvraag, Gera? Gezeik, ja. Ik heb op mijn telefoon heb ik die reisapp staan van Buitenlandse Zaken. En dan staat zo'n kaartje op met de landen van Europa, of eigenlijk van de hele wereld, met een kleurcode voor het reisadvies voor Nederlanders naar dat land toe. Ja. Dus geel, oranje of rood. En als je dan kijkt naar de kaart van Europa, die is als je naar West-Europa kijkt, is die op Engeland en Spanje na vrijwel helemaal geel. Maar kijk ik naar Zuidoost-Europa, waar jij dus zit, dat is helemaal oranje en alleen Griekenland is geel. En ik geloof dat helemaal niet. Dat kan toch niet? Dat hele gebied, dat oranje raar, is? Hè? Ja, maar ik weet niet. Oh ja, mijn huisgenoot zei dat van de week. Die zei van dat zal wel niet waar zijn, maar dat doen ze natuurlijk vanwege toerisme. Dan maken ze het geel dat mensen toch kunnen komen. Hoe denk jij daarover? Nou, ja, dat is inderdaad waar wij het hier ook zeg maar over hebben, gewoon lokale mensen, de Grieken. Van het kan bijna niet dat we zo weinig besmettingen hebben, ook met toeristen. Ja. En elke dag komen er ongeveer, dat is voor Griekenland niet weinig, iets van 250 of zo, rond de 200 nieuwe besmettingen. En dat kan bijna niet. Nee, dat is een beetje... Dat is eigenlijk best wel alsof ze niet alles aangeven of dat gewoon heel veel mensen er doorheen sluipen die niet getest worden. Nou, volgens mij is het gewoon een beetje corrupt land. Ja, dat weet ik. Vieze Griekenlander daar. Zo lang mogelijk toerisme rekken, want daar leven ze van, voor 70% of zo. Dus ja, ik weet het niet. Ja, maar precies daarom dus. Omdat het zo belangrijk is voor ze. Ik kan me voorstellen dat ze wel een manier gaan vinden om dat geel te houden in plaats van oranje. Ja, okay. Maar ook met die test, vind je dat niet raar? Als je bedenkt dat mensen dus verplicht een test moesten doen en dan nu denk ik niet meer. Dat is toch ook raar? Hey, ja, het zal ook wel iets achter zitten misschien. Griekenland is gewoon een heel corrupt land, Rick. Dat zei je net ook, maar dat is gewoon zo'n gara. Jij werkt voor een corrupte overheid. Maar ik ben zelf toch ook corrupt? Ik bedoel, zeker dat jij corrupt bent. Ik bedoel, je hebt een achternaam, als je ze uitspreekt, dan moet je al niet, zeg maar.
Maar tot slot, hoe is de sfeer daar van, met corona en zo? Kun je nog een beetje normaal over straat en winkelen en zo? Ja, je moet alleen in de winkels waar zeg maar een mondkapje op. Maar voor de rest is het allemaal helemaal normaal. Mensen zitten lekker dicht op elkaar op de terrassen en zo. Heerlijk. Heerlijk. Ja. Leuk gaan. Ja. Nou, dankjewel. Ik wens je heel veel succes en met je werk daar, wat je dan niet echt heel erg veel hebt. Nee. Precies. Kom je nog naar Nederland in oktober? Zeker, dat is wel het plan. Ja? Gaan we het allemaal zuipen? Of begin november, ja. Ja, afgesproken? December, januari, een beetje. Ja. Nee. Doei, Gera. Doei. Oké, doei. RN7.